Minister Urakita Ramsaran van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaat in op de vraag als het ministerie op verkeerde rekeningnummers geld gestort heeft dat te maken had met de koopkrachtversterking. Wat ik vandaag op tafel wil leggen zijn drie zaken. Er is rondgegaan vanuit een lokale dagblad dat er een oneigenlijke overmaking, oneigenlijke storting heeft plaatsgevonden. En er is sprake daarvan, apart van oneigenlijk, naar een bedrijfsrekening. Drie zaken die ik op tafel wil leggen zijn: 1, dat wij vanuit het ministerie, maar zowel ik als persoon natuurlijk, als het gaat om corruptie, dat niet tolereren. Dat is 1. Reden waarom? Omdat wij gaan voor transparantie en goed beleid, goed bestuur. Vandaar dat wij vanuit het ministerie allereerst meteen, om het zo te zeggen, een onderzoek hebben ingesteld. We hebben niet alleen de politie dan ingeschakeld, maar we hebben ook ervoor gezorgd dat er een schrijver is gegaan naar KLAT. En bij deze wil ik dan KLAT als de politie, de autoriteiten, dan de ruimte geven om het onderzoek dan te doen. Dat is 1. 2. Als het gaat om, laten we even gaan naar het artikel zelf. Wil ik even aangeven dat het ministerie niet van plan is af te gaan op anonieme berichten. Maar, ik benadruk dat gedeelte, we gaan niet af op anonieme berichten, maar als we kijken naar het probleem, er is gesproken over een oneigenlijke transactie, moeten we natuurlijk werk van maken. Apart van de autoriteiten de ruimte geven om hun onderzoek te doen, waarbij we daarna aan de hand van de resultaten verder kunnen handelen, hebben wij van het ministerie ook verder gekeken wat of hoe zou het zitten en wat zou zo'n case kunnen betekenen. Wat ik wil aangeven is dat behalve punt 1 dat we het niet tolereren, punt 2 dat we niet afgaan op anonieme berichten, is dat punt 3 elk verzoek, elk aanvraag bij deze koopkrachtversterking, dat elk aanvraag een persoonlijk aanvraag is. Een persoonlijk aanvraag betekent dat de aanvrager die graag in aanmerking wil komen voor koopkrachtversterking ervoor moet zorgen dat 1. Zo een aanvraagformulier is ingevuld, nog maar een persoonlijk aanvraag. De documenten worden overlegd conform wat daar gevraagd wordt. En uiteindelijk een bankrekening aangegeven moet worden door de persoon die aanvraagt. Aan de hand daarvan wordt dan verder verwerkt. Het is dan ook belangrijk om aan te geven, apart van persoonlijk in te vullen, een persoonlijke aanvraag te doen, is er ook een clausule meegenomen dat uiteindelijk de persoon moet gaan tekenen naar alle waarheid ingevuld. En dat we ook aangeven dat als het niet zo is, dat er natuurlijk dan regels en wetten zijn om de zaken dan aan te pakken. Consequenties zijn. Bij het geheel, als we praten dan over veiligheidskleppen, want het is dan belangrijk dat de samenleving weet dat we veiligheidskleppen hebben eigenlijk mogen plaatsen, mogen implementeren, is dat niet alleen dat u als aanvrager persoonlijk ervoor zorgt dat uw informatie erop staat, is dat 2, bij het invoeren, bij het digitaliseren van het geheel, dat de invoerder ook meteen screent voordat het dan wordt ingevoerd in ons digitaal systeem. Dat betekent dat er daar al wordt gescreend. Ten tweede, als het eenmaal is ingevoerd, gaat het dan richting onze beoordelingscommissie, bestaande uit deskundigen, die ervoor zorgen dat zij de beoordeling doen. En daar wordt er strak gekeken. Vandaar dat we een tijdje geleden hoorden van luister, er zijn een paar mensen afgewezen en bepaalde mensen zijn goedgekeurd, afhankelijk van of ze voldeden of niet. Dat is dan de tweede veiligheidsklep. Nadat het is goedgekeurd, komt hij dan op een datalijst. Want we gaan dan niet meer werken alleen met namen, maar ook met ID-kaart en noem maar op. We sturen het dan, de data eigenlijk, naar onze financiële afdeling. En onze financiële afdeling, nadat het is goedgekeurd, nadat er een screening is gebeurd bij zowel de persoon die invoert als de beoordelingscommissie, dat daar ook controle wordt uitgevoerd. Dus drie veiligheidskleppen vanuit het ministerie, behalve van de persoon zelf, waarbij zo'n aanvraag persoonlijk is. Van daaruit gaat het dan naar eigenlijk bij de bankinstelling die ervoor moet zorgen dat de overmaking wordt gedaan. Dus ik benadruk, aan de hand van de informatie, uw aanvraag, wat overal zo is, waarbij u nodige documenten dan aangeeft, dient u ook uw bankrekening te geven. Als u geen bankrekeningnummer hebt, dan zijn wij er ready voor om u te voorzien van moneykaarten. En dat is ook wat wij momenteel doen. We zijn overgestapt van de normale distributie naar de acute distributie. Dus we doen alles op alles, zelfs met nadistributiedagen, de hoofdkantoor AOV, om ervoor te zorgen dat de mensen in aanmerking komen
voor hun gelden. Het is dan jammer dat er op zo'n manier een deuk wordt gelegd op dit project. Het project koopkrachtversterking die bestemd is om de begunstigden die sociaal zwak zijn te ondersteunen. Van mijn kant uit aan de media vraag ik, laten we de ruimte geven aan de autoriteit om hun werk te doen. Aan de hand daarvan kan ik u meer informatie verschaffen. Maar ik kan u alvast zeggen, ik heb u net medegedeeld van de 3 veiligheidskleppen. En dat elk aanvrager persoonlijk hun aanvraag indient. En dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de aanvraag die zij indienen. Want aan de hand daarvan, van uw gegevens, zullen wij degene zijn die dan verder zullen werken. Om u te voorzien van uw koopkrachtversterking. Dus dat zijn de 3 punten eigenlijk die ik graag even op tafel wil leggen. Naar de samenleving toe. Want nogmaals, wij zullen niet tolereren dat er corruptie is. En we zullen ook niet tolereren dat er een deuk wordt gelegd op het project dat bestemd is, dat positief bestemd is naar de samenleving toe, ten aanzien van koopkrachtversterking.